Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Vakbonden en regering hervatten onderhandelingen over energietarieven en regeringsraad neemt besluiten voor verdere ontwikkeling. President Chandrika Prasad Santokhi geeft de gezamenlijke vakbonden en het technische team van de regering meer tijd om de onderhandelingen over de verhoogde energietarieven op technisch niveau voor te zetten. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de vergadering met de vakbeweging op woensdag 22 mei op het kabinet van de president. De partijen hebben zich gebogen over elkaars standpunten, de verschillen in inzichten en de methodologie om te komen tot nieuwe vastgestelde energietarieven. Waarnemend directeur van de Energieautoriteit Suriname, Anand Kalpo, gaf een presentatie over de stand van zaken van de technische gesprekken hieromtrent, terwijl minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen sprak over diverse aspecten met betrekking tot de energietarieven. We hebben geprobeerd om nagesprekken met de verschillende groepen, dus de technische commissie van de vakbonden, met de EBS en de SPCS, hebben we geprobeerd om hun standpunten allemaal bijeen te brengen en te gaan kijken van waar zijn er overeenkomsten en waar zijn er misschien verschillen in opvatting en verschillen in aannames. En dat hebben we geprobeerd te presenteren hier, waarbij we hebben aangegeven dat er op een aantal gebieden wel overeenstemming is, maar dat er ook wel op bepaalde gebieden doorgecommuniceerd moet worden en dat we ook nog wel wat data en wat informatie zouden moeten delen met elkaar. Om bijvoorbeeld te praten over de tarievenmethodologie, de manier hoe de tarieven worden berekend, daar is er wel overeenstemming, grotendeels overeenstemming over. Over specifieke onderdelen van de tarieven, specifieke onderdelen in die methodologie. Daar is er discussie over van wat zou die waarde zijn en zou die waarde niet hoger of lager moeten zijn. Of zou je dat moeten meenemen in die calculatie of niet. Je kan ze niet één op één bekijken en gewoon apart bekijken. De bedoeling is altijd dat je ze integraal bekijkt en integraal meeneemt in een aanpassing die je wil gaan doorvoeren. En ik denk dat we dat in de komende periode gaan oppakken en dat gaan proberen af te ronden, zodat er daarover overeenstemming is. Als regering hebben we het nodig gevonden om met de verschillende groepen weer eens te praten. Vandaag was het met de EBS tarievencommissie die een vertegenwoordiging is van de gezamenlijke vakbeweging en het bedrijfsleven aan de ene kant. En we hebben ook de deskundigen uitgenodigd van de Energieautoriteit Suriname, de energiebedrijven Suriname en Staatsolie, SPCS, omdat die ook een belangrijke speler zijn in die energievoorzieningssector. En de bedoeling was om na te gaan wat de stand van zaken is. Waar staan wij? We hebben de afgelopen periode op technisch niveau vergaderd met elkaar. De technische mensen van de verschillende bedrijven en EAS en de Energietarievencommissie. Vandaag hebben ze gepresenteerd wat de stand van zaken is. En als ik zo kijk naar de presentatie, we hebben gezien wat de punten zijn waarover er overeenstemming is, wat de punten zijn waarover verder overleg nodig is. En wat de punten zijn waarvan we zeggen van oké, daarover zijn die verschillen te groot. Ja, maar als besluit heeft de president voorgesteld, en dat is ook aangenomen door de vergadering, dat de groep, de twee teams, verder gaan op technisch niveau. En dat we, als het goed is, volgende week dinsdag weer bij elkaar komen om na te gaan van welke vorderingen hebben we geboekt. Als er meer tijd nodig is, moeten ze ook aangeven. Dat is ook concreet aangegeven. Dat ze dat doorgeven, zodat ze de president ze meer tijd kan geven. Maar belangrijk is, wij willen zoveel als mogelijk een breed gedragen voorstel hebben. Dat werkbaar is voor iedereen. Er is geen overeenstemming bereikt. En ik denk dat
de reden daartoe is dat er, want laat me zeggen, er is overeenstemming over wat thuis hoort in die kostprijscalculatie. Er was nog een discussie over aansluitbijdrage. Maar over andere belangrijke concepten, ja, daarover is er nog verschil van mening. Over de hydroprijs is er meer informatie opgevraagd. En zeker over de thermische prijs zijn de standpunten nog ver uiteen. Dus wellicht in de komende periode kunnen partijen elkaar vinden. Maar één ding is belangrijk. Wil je iets significants doen aan het EBS, het stroomtarief, dan zal je moeten kijken naar de koers. Je zal moeten kijken naar de hoogte van de olieprijs. Dat zijn hele belangrijke componenten in die kostprijscalculatie. Ja, dat had ik eerder gezegd en ik denk dat nog steeds van kracht is. Kijk, de perceptie in de samenleving is dat die kostprijs niet een eerlijke kostprijs is. Dat delen van de vakbeweging vinden dat er te veel lucht is in het tarief. Onze deskundigen zijn er en we proberen zoveel als mogelijk om in te gaan op al de aanbevelingen die zijn gedaan. We presenteren onze zienswijze. We presenteren ook waarom er voor die prijs is gekozen, waarom er voor die strategie is gekozen. Dus dat is wat wij proberen te doen, zodat uiteindelijk er begrip is, hoop ik. En dat er draagvlak is voor het uiteindelijk tarief dat zal rollen uit het model. Tijdens de regeringsraadvergadering op het kabinet van de president heeft de regering een aantal zaken besproken en besloten. Op woensdag 22 mei 2024 zijn onder andere de volgende besluiten genomen. Het verlenen van grondconversie aan 175 Surinamers, het prioriteren van veiligheid in Suriname en het aanpakken van de kwestie van spookambtenaren. Deze besluiten markeren een belangrijke stap naar verdere ontwikkeling in Suriname. In een eerdere ontwikkeling in oktober 2023 bood de regering via een staatsbesluit grondconversie aan burgers als mogelijkheid om hun grondhuur of erfpachtperceel om te zetten tot eigendom. Grondconversie biedt niet alleen zekerheid over het bezit van het perceel, maar voorkomt ook mogelijk verlies door onwetendheid en draagt bij aan het verhogen van de perceelwaarde. Met de goedkeuring tijdens de recente RRV krijgen 175 personen nu de kans om hun grondhuur of erfpachtperceel tot een maximale grootte van 2500 vierkante meter om te zetten tot eigendom. De regering roept de samenleving op om deze mogelijkheid ten volle te benutten. Met betrekking tot de veiligheid is die een prioriteit voor de Surinaamse regering die recentelijk financiële middelen heeft toegewezen aan het ministerie van Defensie om de veiligheid in het land te waarborgen. De succesvolle operatie Zero Tolerance, uitgevoerd in samenwerking met het Korps Politie Suriname, heeft reeds voordelen opgeleverd voor de samenleving. Met verdere samenwerking en versterkte inzet, dankzij de beschikbare middelen, zal dit leiden tot een veiliger en beter beschermd Suriname. Daarnaast heeft de regering de kwestie van spookambtenaren aangepakt. De minister van Binnenlandse Zaken, Pronto Somoharjo, meldde dat deze ambtenaren in kaart zijn gebracht via de landsdienarenregistratie. Zij zullen streng worden aangepakt binnen de wetgeving als zij onrechtmatig middelen van de staat ontvangen. Parallel daaraan wordt er gewerkt aan het opzetten van een gestructureerd systeem, de public-private sector, om deze individuen op te vangen en te integreren. We'll be right back.
Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.